In Utrecht houdt op dit moment de KNMG, de Koninklijke Maatschappij voor Geneeskunst, een besloten discussie over jongensbesnijdenis. De vraag is of artsen aan besnijdenissen moeten meewerken. Meisjesbesnijdenis is in Nederland verboden. En de KNMG vindt dat er ook een standpunt moet komen over de besnijdenis van jongens. In ons land worden jaarlijks ongeveer 15.000 moslimjongens besneden en enkele honderden Joodse jongens. Nova sprak met twee artsen die vanavond aan de discussie deelnemen. De woordvoerder van de urologen en de woordvoerder van de plastisch chirurgen. Kijk naar een bijdrage van Jelmer Jansma, Judith Pennarts en Mirjam Bartelsman. Het gaat erom dat we jonge kinderen iets aandoen waar ze geen zeggenschap over hebben. En het is waanzinnig goed dat we in Nederland hebben besloten dat wij de vrouwelijke kinderen zullen beschermen. En het is wel jammer dat je de mannelijke kind aan zijn lot overlaat. Dat is natuurlijk ook het enorm verbazingwekkende. Hè, dat iedereen het de meest gewone zaak van de wereld vindt dat meisjesbesnijdenis wettelijk verboden is en dat je daarvoor de bakken draait. Terwijl er geen enkele discussie is over de wenselijkheid van jongensbesnijdenis. Besnijdt u zelf jongens? Niet meer, ik heb het gedaan. Maar ik ben zelf daarmee gestopt. Dat is een voortgaand inzicht. Dat ik me op een bepaalde manier afvroeg van waarom doe ik een medische handeling waar de noodzaak niet voor is. Je hebt religieuze groeperingen waar ze bij meisjesbesnijdenis niet verder gaan dan een prikje of een kneepje in de clitoris. En je hebt meisjes waarbij het genitaal enorm wordt mismaakt doordat de hele clitoris wordt weggesneden. En trekt je dan eens te vergelijken met jongensbesnijdenis? Nou, ik vind dat je een jongensbesnijdenis niet kunt vergelijken met een hele lichte besnijdenis bij een meisje. Het is wel degelijk een behoorlijke ingreep aan de penis. De jongensbesnijdenis is in sommige gevallen ingrijpender dan meisjesbesnijdenis. Ja, zeker. In het Joods geloof, in het Jodendom, is besnijdenis basis. Het is een ritueel, de besnijdenis, wat al, ik meen iets van 4000 jaar gebeurt binnen het Jodendom. En dat stukje lichaam waarin gesneden wordt, dat is een stukje lichaam wat in feite overbodig is. Je kunt er heel goed mee leven zonder het te hebben. Ik ben er intussen 51 mee geworden. En ik ben volstrekt gezond en niet getraumatiseerd. Uw zoons zijn 2 weken geleden besneden. Hoe gaat het nu met ze? Nu gaat het goed. Alleen met de jongste nog niet echt helemaal. Want? Bij hem kleeft het nog. Het wond is niet geheel genezen. Wat gaat hij nu doen? Ik doe niks. Ik knijp. Voel je dit? Ja. Wat voel je dan? Dat ik eten krijg. Geld maar, die ook, joh. Ik krijg ook wel. Nee. Ja, echt wel. Jij krijgt niks. Gewoon een dode afdeling, ga je. Krijg nooit geld, denk ik. We volgen er heel veel in de Turkse cultuur. Maar laat me even. Ja, het bedoeling dat hij echt blijft lichten. Voel je dit? Ik heb er geen spijt van, omdat ik weet dat het in ons geloof zit. Het hoort in ons geloof. Je komt er niet mee onderuit. Het zit gewoon in ons, we zijn ermee opgegroeid. Het moet, het is gewoon een verplichting. Wat als u het niet had gedaan? Als zij niet waren besneden? Ik zou me heel schuldig voelen, ook tegenover hun. Op een latere leeftijd zouden ze zeggen van, ja mama, wij zijn moslims. En iedereen is besneden die moslim zijn en wij niet. Nu is het heel belangrijk voor moslims en voor joden om die besnijdenis uit te voeren. Wat zijn uw bezwaren? Nou, bezwaren zijn dat je je af moet vragen of het gerechtvaardigd is om een brandmerk om je kind een brandmerk aan te doen in je eigen cultuur. Terwijl je helemaal niet zeker weet of het kind later die cultuur wel wil volgen. Als je zegt, je hebt vrijheid van godsdienst, dan kan je omdraaien. De vrijheid kan zijn dat de ouders iets aan kinderen mogen doen. Maar de vrijheid kan ook zijn dat het kind, als hij bewust en volwassen is, de keuze maakt om het wel of niet te laten doen. Ook zei God tegen Abraham, jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie.
Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Brandmerken doen wij niet. Het is een teken, zoals er ook in de Torah staat, een teken in de huid... die permanent bij een Joodse jongen aanwezig is. Zodat je steeds herinnerd wordt ook aan dat verbond, aan het feit dat je Joods bent... en met name wat voor normen en waarden daarbij zitten. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen. Dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden... wanneer hij 8 dagen oud is. God heeft de schepping gemaakt, maar nadrukkelijk een schepping die niet af is. En wij mensen hebben de opdracht om die schepping te vervolmaken. Kijk, ik begrijp heel goed dat de religieuze overweging om kinderen te besnijden diep geworteld is. En dat men heel moeilijk aan vanzelfsprekendheden die bestaan in onze cultuur daartegen in wil gaan. Maar dit gaat meer om hoe wij als dokters moeten denken. Je moet er toch vanuit gaan dat er een grote kans is dat zo 1 op de 5 kinderen in de loop van zijn leven last krijgt, bijvoorbeeld van een te nauw plasgaatje. En daarvoor behandeld moet worden. Je hebt natuurlijk directe complicaties als wondinfecties, nabloedingen, gaatje in de plasbuis geknipt enzovoort. En daar kun je nog heel lang over doorgaan. Tot en met hele ernstige complicaties en toen met verlies van de hele penis. Heeft u dat als kinderuroloog meegemaakt? Ja. Is het een plicht voor een moslimouder om de zoon te laten besnijden? Ja, het is een plicht dat een ouder zijn zoon besnijdt. Want het is een van de belangrijkste aanbevelingen van de profeet Mohammed. En staat dat in de Koran? Het staat niet in de Koran. Het staat wel in de aanbevelingen van de profeet. Hij beveelt aan dat je kinderen of jongens moet laten besnijden. En wat is het idee daarachter? Het idee erachter is ten eerste voor de hygiëne. Om het stukje dat eigenlijk op de voorhuid blijft kleven. Om dat weg te halen, zodat je gewoon veel minder kans hebt op ontstekingen. Hygiëne is geen argument. Je ziet dat in Denemarken, waar geen enkele man ongeveer besneden is, de afname van zaken als peniskanker en baarmoederhalskanker precies hetzelfde is als in landen waar wel besneden wordt. Dus de conclusie daarvan is dat de invoering van warm en koud stromend water, waardoor je fatsoenlijk achter je voorhuid kan wassen, dat die veel grotere impact heeft dan welk medisch handelen ook. Als men zegt van ja, een gezond deel, daar blijft van af, dan kun je ook zeggen, ja, waarom knippen we dan onze nagels? Waarom knippen we onze haar? Dat hoort dan ook zo te zijn. Dan klopt er ook iets niet. Dan moet iedereen met een hele lange nagels of hele lange haar rondlopen. Oeh, ik moet brassen! Nou, ga je gewoon. Nee. Klaar. Ja, klaar. En hij heeft het natuurlijk meegemaakt, want ze zijn plaatselijk verdoofd. Dus dat jongen die heeft echt wel een klapte gehad. 'S Nachts begon het. Het hele erge pijn. Nou, toen werkte die paracetamol nog wel. Want ze hadden daarvoor hebben ze nog nooit zoveel paracetamol ingehad, de kinderen natuurlijk. Dus het ging het vrij rustig. Ja, de volgende dag begon het natuurlijk. Ik bedoel, werkelijk geen minuut dat ze geen pijn hadden. Bleef gewoon doorgaan. De overgrote meerderheid van de Nederlandse kinderurologen vindt dat je een besnijdenis bij kinderen onder de 12 jaar niet moet doen als er geen goede medische reden is. En wat is de reden van die opvatting? Dat wij vinden dat een kind moet kunnen meebeslissen over veranderingen aan zijn eigen lichaam. En in Nederland geldt er een wet dat je dat vanaf 12 jaar kan. Als de artsen dat willen of zouden proberen te willen verbieden, dan wat gebeurt er? Dan gaat iedereen het in zijn eigen land doen. Iedereen gaat het daar tijdens de zomervakanties doen, tijdens de vakanties doen. Ze gaan illegale klinieken doen. Ik bedoel, dan is er toch helemaal geen overzicht. Lach maar even. Lach maar even, Arjan. Stel, er zou een verbod komen, dan zal de Joodse gemeenschap tot en met de Hoge Raad en wellicht Europa, een Europese rechter, dit aanvechten. Het is een fundamenteel recht, ook van godsdienstvrijheid. En daar zullen dan de artsen ook
terdege rekening mee moeten houden. Ik denk dat een verbod niet echt zal werken. Hoewel je dat tegen de achtergrond van de meisjesbesnijdenis misschien wel zou moeten zeggen. En ik denk dat een verbod ook onnodig veel commotie zou teweeg brengen bij allerlei groeperingen in Nederland. Als liberaal mens vind ik ook dat je niet mensen dingen moet verbieden. Dus het is een balans tussen wat vind je en wat is haalbaar. Ik hoop dat je door een duidelijk standpunt in te nemen, via de weg van de geleidelijkheid, mensen langzamerhand tot een ander inzicht weet te brengen. Na de vergadering van vanavond gaat de KNMG werken aan een discussienota die met de leden zal worden besproken. Een definitief standpunt over jongensbesnijdenis wordt pas over enkele maanden verwacht.